en ik heb post van het ziekenhuis. Ja. Van het ziekenhuis heb ik die binnen. Ja. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen. Karen en Roderick, ja, dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 14 september 2021. En het is nu 17:15 in de middagavond. Ja. We hebben even kattengut gehaald. Dat moest ook gebeuren, want we hadden er nog maar twee in de schuur. Dus dat is even nu weer in geladen bijna. En ja, wij wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Toch? Pasta. Zo, die is dicht en ik moest de auto in principe al starten van Ro. Kijk, die is gestart. Dan zou je denken van, hoe doen jullie dat? Ro die heeft hem uit mijn hoofd in zijn neutraal en de handrem erop. Daarom, dacht ik, uit mijn hoofd in zijn neutraal, geen idee even. Ja, in zijn neutraal. Ro die komt zo naar binnen. En ik heb post van het ziekenhuis. Ja, van het ziekenhuis heb ik die binnen. Wat ik dus al gisteren al zei. Er is een datum. Dat is 27/9/2021. Ja. Gezellig. Ja joh. Ik vind het helemaal prima. Mag, dat mag toch altijd. Ik vind het helemaal best. Jawel. Ik wel. Vind ik wel. Kijk, gewoon deze papiertjes. Yes. Nou, wij gaan rijden. En voordat deze gaat vallen, heb ik geen zin in. Dus ik doe even mijn post even weer terug. En dan zien jullie ons zometeen wel weer. Nee, jammer joh. Jammer joh, dat ging net niet. Wait, wait, wait. Wait. En je had hem de andere kant op, hè? Oké. Ja, mag van mij. Doe maar los. Doe maar los. Nee, gewoon loslaten. Los. Ja, dus en los. La. Even klein kind zijn. Doe gewoon zo dan. Gewoon zo neerzetten. 1, 2. Gaat weer vallen, verder. Jo, niet. Zo, daar zijn we weer. Kijk, daar is Ro ook. Hey, schat. Ach ja. Ik ben er helemaal klaar mee. Letterlijk en figuurlijk. En dan niet zijn dat ik dood wil of zo. Nee, dat lang na niet. Want ik heb een goed leven met mijn man. Dus nee, gedoopt, nee. Maar gewoon met de pijn. Daar ben ik klaar mee. Ja. Kijk, Ro die loopt alweer daar. Die is alweer bij de auto. En ik moet nog even een klein in die mini stukje lopen naar de auto. Maar komt wel goed. En de deur is al open, dus ik kan lekker gaan zitten in de auto zo. Kijk, dat is handig toch? En dan laat ik Ro alles erin ruimen, want dat red ik dus nu even niet meer. Maar dat weet hij. Maar ik heb ook gezegd, van als ik weer goed te been ben, dat ik dan een hele hoop ga, doen. Maar dat komt wel goed. Ja, dat komt wel goed. Zo. Ik heb jullie even daar neergezet. Helemaal goed, helemaal goud. Nou, deze lust de hondjes niet. En die wil ik wel even lekker mee naar mama toe of zo. Misschien dat
Haarband zit wel een stuk. Ook helemaal goud, helemaal goed. Kijk. Gaat hier nog op een lijstje? Ja, dat heb ik allemaal, ja. Ja. Allemaal goud, joh, mijn jongen. Beetje te veel in de vriezer. Heel veel. Ik moet eerst even met die ijsjes hebben. Hier de ijsjes dan. Kijk, van die ijsjes, die gaat lekker in de vriezer. Zo. Vraag me niet hoe ik het allemaal ga doen, maar... Echt, hè? Jij snapt toch al soms al niks, nee. Dat geeft niet, maakt niet uit. Ah, ja. En je begrijpt wel een hele hoop, maar je snapt niet waar ik het allemaal zo laat. Dat is wat ik bedoelde. Echt, hè? Hoe zei je dat nou? Zo hoog zit en zo laat ook niet. Nee, precies. Zo. Jullie zien mij niet. Nee, ik ga even een stukje naar beneden knallen. Hoop ik dat het lukt. Weet ik niet. Zeker? Nee. Weet het niet. Zo. Even een beetje opluimen. Ja, ik kom er zo aan met die kattengrit. Deze doos is empty. Die kan weg. Waar is die andere doos? Ja, hier. Kijk, welke ijsrode zo lekker vinden? Dat is deze. Ja. Is dat peer is? Weet ik niet. Volgens mij. Of weet ik eigenlijk welke op het ijs het is. Volgens mij wel. Volgens mij is dat een perenijsje. Volgens mij wel. Ja. Ja. Die is ook licht. Nou, daar hebben we geloof ik wel heel veel in de vriezer. Echt genoeg. Deze maar meenemen naar mama hoor. Dat is goed. Deze hoeft misschien het huigrondjes dat willen. Eén doos, één doos. Want die boven liggen in de koelkast, die kan weg. En anders misschien dat jij het nog wil. Die grote. Hè? Okay. Kijk, en welke pizzaatjes ik lekker vind, dat zijn deze piccolini's. Die zijn lekker, die zijn niet zo dikke bodem als die andere. Kijk, het zijn deze. En ik word er niet voor gesponsord. Dat is dan deze weer de grote variant erbij voor. En dan doe ik er altijd weer wat andere dingetjes op. Zoals gewoon misschien extra kaas of mozzarella, tomaat. Dat soort dingen. Vleeswaren erop. Nee, bij je niet. Nee. Bij pizza. Nee. Zo, die mag ook lekker op. Mooi. Top. 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 Oh ja, daar, oké. Okay. Dan moeten even de fietsen even zometeen een heel groot deel aan de kant. Maar dat kan ik nog wel doen, hoop ik, denk ik zo. We gaan het even meemaken. Yes. Ga het gewoon meemaken. Of u blijft staan. Lief, even, ik kan hier niet echt zo lekker erbij nu met mijn... Ik kan hier niet echt lekker erbij. Waar heb ik hier een bezem, een zachte bezem? Het is alleen maar zand. Waar heb ik een zachte bezem eigenlijk hier? Mijn zachte bezem, waar heb ik die? Ja, hierboven. Geen idee, oké. Okay. 1, 2. Nee, ik mag niet zwaar tillen mensen, maar soms moet het, want Rodi weet niet altijd hoe ik het allemaal wil in de kelder. Oké, okay, lief, als je zou helpen met die zakken. Ik mag niet zwaar sjouwen, maar... Ja, maar ik ben toch even eigenwijs. Ik ben echt even eigenwijs. I know.
Ik weet het, ik weet het, ik weet het. Ik ben eigenwijs. Ik ben eigenwijs, jongens. Ik weet het heel erg. Ik weet het. Of had ik die nou liggend zeker, hè? Ja, toch. Paal liggend, paal staan. Oké, wacht even. Eens even terug, lief. Anders ga ik eerst beginnen hier. Deze had ik dus liggend. Oké. Okay. Denk altijd niet of iets niet van de telling. Ja, nou kom ik uit volgens mij. Even kijken. Kijk. Die. Ja, er staat even een beetje herindelen hier. Want. Nee, ik moet die doos met. Het hondenhokje. Ja, die moet ik hebben. Dat zijn geen hondenhokjes. Nee, Ro, dat, en de, ik zeg ook geen hondenhokken. Ik zeg gewoon, ik moet in die doos hebben, punt. Dat zijn hondenhokjes, zei ik. Nee, dat, ja. Ja, gewoon bovenop die hondenhokjes, ja. Kijk, kan ik dat hierin doen? Hadden we nog een zak boven? Eentje wel, ja. Nou, dan even eentje reserve voor boven. Oké, deze is leeg, kan dit weg. Nee. Niet allemaal hier maar gaan bewaren. Wat gek. Kijk. Dat is wat ik bedoel. Ruimte. Zo. Wat is dat? Oké, hier en hier zitten die visspullen van de magneten. Ja. Spinnetje weghalen. Spinnetje. Hier dat spinnetje weghalen. Move. Nee. Ja, ja het allemaal dood. Doei, kort uit. Ik wil het weghalen, ga je ermee bemoeien. Ja. Tegen mij iets weg te halen. Wil je even deze stuur, even dat ik even hier, even, want ik kan nu niks beginnen hier. Ja, dat is mooi. Oké. Die drinken, alsjeblieft. Ja, ik kan hier nu even nog even niks beginnen. Ik wil even... Jezus. Laat mij maar gewoon lekker schrikken laten gaan, alsjeblieft. Laat gaan. Ik wil eentje sowieso boven hebben van even die kokos.
dus ook één kokos voor boven. Mooi. Fijn. Mooi. Mooi. Nee, even die, die gaan hier staan. Dus als je, lief, luister even alsjeblieft. Ja. Kan ik even oogcontact hebben met jou? Even niet, gewoon even normaal. Als jij dus een kattengrit meeneemt, moet sowieso één zak mee. Ja. Eerst hier vandaan halen. Okay. En dan van dat. Eentje op de step. Dus eerst hier vandaan halen en dan pas. Nee, nee, nee. Doe ik wel, doe ik wel, doe ik wel, doe ik wel. Alsjeblieft, laat maar dat alsjeblieft. Kijk, deze. Nee, nee, deze moet daar naartoe. Ja, die moet naar boven, bovenop op de kast. Ja, ja, oké, toch. Zet die mee dan in. Ik zie je zo. Hè? Zet die mee dan in. Ja, dan leg je dat dan. Leg dat gewoon even daar neer. Even, weet ik. Veel nee, even niet doen. Niet doen, alsjeblieft. Met, van, jij weet veel, niet doen. Please. Want dat zijn de dingen waar ik nu alleen maar op ga ergen. Dat weet ik. Alsjeblieft. Oh, ja, oké. Okay. Zo. Dat was even dat. Ja, yeah, ik ga gezellig deze vlog met jullie afsluiten. Want ja, ook dat hoort erbij, hè, bij het vlogje. De vlog afsluiten. Dus bij deze. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet niet het duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En doe het belletje aan, want dan blijf jij op de hoogte met alles wat online komt op YouTube. En dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog om 2 uur elke dag. Doei doei!